Dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende dingen zijn, hebben wij de afgelopen 14 jaar wel ondervonden. Maar gelukkig is mijn lijfspreuk: zonder strijd geen overwinning. Zover is, besteden we echter eerst aandacht aan een andere dwaling, waar na jaren van strijd ook nog geen gerechtigheid is geschied en justitie nog steeds de andere kant op kijkt als de fouten moeten worden erkend. Deze reportage gaat over de nachtmerrie van de Amsterdamse zakenman Kenneth Ehigiene, die 7 maanden volkomen onschuldig in de cel zat door een domme persoonsverwisseling. Excuses? Vergeet het maar. Schadevergoeding? Kom nou. Ik zei het al in de aankondiging. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn twee verschillende dingen. Dit is Kenneth Ehigiene, een 40-jarige Nigeriaanse zakenman die al bijna 20 jaar in Nederland woont. Een man die bezig was een mooie toekomst op te bouwen in ons land, maar nagenoeg berooid achterbleef na een blunder van justitie. Een man die in een roman van Kafka leek te zijn beland toen de politie hem ten onrechte in de cel gooide en hem 7 maanden vasthield. Een man die al jaren vecht voor zijn recht, maar inmiddels heeft geleerd dat gelijk hebben en gelijk krijgen twee verschillende zaken zijn in Nederland. Ik vind dat ik word gewoon als een tweederangs burger behandeld. En ik vind het gewoon schandalig dat het zo lang moet gaan duren. Het is gewoon onbeschoft en discriminerend. Een week voor kerst valt een 10-man tellend arrestatieteam een woning binnen in de Amsterdamse Bijlmer. De arrestant is de zakenman Kenneth Ehigiene, eigenaar van een Amsterdamse fotozaak en een internetwinkel. Met veel bombari wordt hij van zijn bed gelicht door de Amsterdamse politie. De politie deelt de verbouwereerde man mee dat hij ervan wordt verdacht lid te zijn van een internationale criminele organisatie die op grote schaal heroïne smokkelt van Turkije via Italië naar Duitsland en Nederland. En dat is niet alles. De regisseurs stellen dat Kenneth Ehigiene zelfs de spil is van deze bende en hij verantwoordelijk is voor 4 drugstransporten van in totaal 24 kilogram heroïne. Het onderzoek naar de zaak wordt gedaan door de Duitse recherche en de Nigeriaan zal zo snel mogelijk worden uitgeleverd. Zo is de boodschap die Ehigiene op het bureau te horen krijgt. Het is alsof de grond onder de voeten wordt weggeslagen van de ondernemer. En zeker als hij hoort op basis waarvan hij als drugsbaas wordt aangemerkt. De verdenking zou louter en alleen blijken uit deze foto. Het gaat om een vakantiefoto die in Turkije is gemaakt door een vrouwelijke koerier van de bende. De smokkelaarster, die in november 2001 is gearresteerd, heeft in Turkije haar heroïneleverancier gefotografeerd. Een man die zij kent onder de naam Mike. De Duitse recherche gaat op zoek naar deze Mike. Het onderzoek leidt tot de arrestatie van een groot aantal verdachten in Duitsland en in Nederland. Waaronder Sandra, de schoonzus van Kenneth Ehigiene. Zij identificeert in een fotoconfrontatie deze Mike, de man op de foto, als de halfbroer van haar man. En deze halfbroer is niemand anders dan Kenneth Ehigiene.
Nu heet Kenneth weliswaar geen Mike, maar dat zou nog een alias kunnen zijn. De Nigeriaan is totaal van de kaart als hij dit hoort. Hij roept uit dat hij nooit in Turkije is geweest en dus niet de persoon kan zijn die de Duitse politie zoekt. Hetgeen via zijn paspoort makkelijk te controleren is. Maar tevergeefs. Kenneth verdwijnt voor maanden in de cel. Het dossier over Kenneth laat zich lezen als een echte soap. Het is een opeenstapeling van blunders, missers, nalatigheden en treiterijen door politie, justitie en de rechterlijke macht die zijn weerga eigenlijk nauwelijks kent. 7 maanden lang moet een volstrekt onschuldige man toezien hoe politie en justitie het net rondom hem aan het sluiten zijn. Willens en wetens. Terwijl men met een paar simpele handelingen had kunnen vaststellen of hij wel of niet de waarheid vertelde. Maar deze sepert duurt tot op de dag van vandaag voort. Omdat justitie bang is voor een uitglijder. De eerste fouten zitten in het politieonderzoek. De advocaat van Ehigiene ontdekt dat de Duitse politie heeft geblunderd met de fotoconfrontatie die hen op het spoor zette van Ehigiene. Toen de schoonzus van Ehigiene drugsbaas Mike uit de foto haalde en aanzag voor haar zwager, bleek dat de fotoconfrontatie niet voldeed aan de internationaal geldende regels. En dat is niet alles. De Duitse recherche laat aan de drugscourier die haar heroïneleverancier in Turkije had gefotografeerd geen recente, maar een verouderde foto van de gearresteerde Ehigiene zien. De smokkelaarster is er dan allesbehalve zeker van dat dit daadwerkelijk de bedoelde Mike is. Maar ondanks die twijfel volhardt de Duitse aanklager in zijn uitleveringsverzoek. Maar niet alleen de politie maakt fouten. Op 18 maart 2003 komt de uitlevering van Kenneth Ehigiene voor de Amsterdamse rechtbank. En daar blijkt ook de Nederlandse rechtspraak doof voor het verhaal van de Nigeriaanse zakenman. De toenmalige advocaat van Ehigiene, meester Foren, overlegt de rechtbank maar liefst 51 documenten die aantonen dat zijn cliënt ten tijde van het nemen van de foto nooit in Turkije kan zijn geweest. Kenneth is met mij op een zitting van de rechtbank in Haarlem geweest. Tegelijkertijd zou hij in Turkije zijn geweest. Kijk naar de identiteitskwestie en doe er iets aan. De Hoge Raad heeft helaas dit advies naast zich neergelegd en gezegd, ja, hij kan wel bij Foren op kantoor geweest zijn, maar hij kan spoorslags naar Turkije als hij afgereisd. Terwijl er geen bewijzen zijn van reizen, stempels in paspoort en dergelijke. Reden genoeg, zou je zeggen, voor de Nederlandse rechter om te twijfelen aan de juistheid van het Duitse uitleveringsverzoek. Want hoewel een uitleveringszaak voor de rechter normaal gesproken een formaliteit is, moet een rechter in geval van ernstige twijfel toch kijken naar de bewijzen die op tafel komen. Kenneth roept dat het een persoonsverwisseling moet zijn en wil dat de rechter naar de foto's van drugshandelaar Mike kijkt om dit aan te tonen. Maar de rechter weigert, ondanks de stukken, de zaak verder te laten onderzoeken. Sterker nog, ze weigert zelfs naar de foto te kijken van Mike. Als ze dat wel serieus had gedaan, dan was daar snel duidelijk geweest dat de verkeerde man in het beklaagde bankje zat. Ik vind dat men dan niet geschikt is om dit soort zaken te behandelen. Laakbaar. Laakbaar, ja. De rechter wijst het uitleveringsverzoek toe en de Hoge Raad bekrachtigt enkele maanden later die uitspraak. De overbrenging van Kenneth naar een Duitse gevangenis lijkt dan nog slechts een kwestie van tijd. En een zware tijd, want Kenneth loopt haast tegen de muren op omdat zijn roep dat hij onschuldig is geen gehoor vindt. En dan komt het volgende staaltje van kortzichtigheid in deze zaak. Een Duitse professor in de forensische antropologie schrijft een rapport dat ontlastend is voor Kenneth Ehigiene. Deze expert in het herkennen van personen aan de hand van gezichtskenmerken concludeert dat de gezochte Mike niet de gearresteerde Kenneth kan zijn. Die
Schlussfolgerung vom Gutachten war völlig eindeutig. Das niedrigste von den neun möglichen, das extremste von den neun möglichen Prädikaten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht identisch. Maar in plaats van dat de Duitse justitie met een open blik kijkt naar dit nieuwe bewijs, erkennen de autoriteiten het rapport niet omdat niemand van de Duitse recherche bij de fotovergelijking aanwezig is geweest. En dan komt de laatste en met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid allergrootste fout in deze zaak aan het licht. De Duitse justitie komt er na een half jaar achter dat zij nog steeds geen recente foto's van Kenneth Ehigiene heeft ontvangen. Het blijkt dat de Amsterdamse politie heeft nagelaten die foto's te maken onmiddellijk na zijn arrestatie, ondanks een expliciet verzoek van de Duitse justitie. Op 3 juli 2003 maakt de Amsterdamse politie een inhaalslag en krijgt de Nigeriaan alsnog bezoek van een politiefotograaf. En dan blijkt één beeld inderdaad meer te zeggen dan 1000 woorden. De Duitse Bundeskriminalamt vergelijkt de foto's van Kenneth met die van drugsbaas Mike. En de Duitse Rijkspolitie kan eigenlijk maar één ontluisterende conclusie trekken. Kenneth Ehigiene is niet de gezochte drugscrimineel. Alle blunder die meteen aan het licht was gekomen als de Amsterdamse politie onmiddellijk zijn foto had genomen. Zoals door Duitsland ook was verzocht. En die had doorgestuurd. Het is bovendien een fout die nog gecorrigeerd had kunnen worden als de Nederlandse rechter even de moeite had willen nemen om tijdens de zitting naar de foto van drugsbaas Mike te kijken en te luisteren naar het verhaal van Kenneth. Maar nee, in plaats van een foto voor zich te laten spreken, kiezen de wetshandhavers ervoor om een man maandenlang onschuldig in een cel te laten zitten. En er daarna nog vele woorden aan vuil te maken. Op 29 juli 2003 wordt Kenneth van het ene op het andere moment vrijgelaten. Na een overdonderende politieinval in zijn woning, een detentie van 7 maanden en de continue dreiging van uitlevering, staat hij ineens weer op straat, zonder enige vorm van excuses. Voor Kenneth Ehigiene komt dan de klap. Zijn internetwinkel heeft maanden stilgelegen, waardoor hij in financiële problemen verkeert. Hij moet torenhoge advocatenrekeningen ophoesten. En hij kampt, naar eigen zeggen, met een posttraumatisch stresssyndroom, veroorzaakt door zijn ervaringen in de cel. Ons programma heeft in 2004 al eerder aandacht besteed aan de zaak van Kenneth Ehigiene. Peter trok in die uitzending fel van leer tegen justitie. Het is toch niets anders dan een blunder? U probeert nou een beetje een wolk daaromheen te leggen, alsof het allemaal niet zo duidelijk was. Als die foto's meteen met elkaar waren vergeleken, dat heeft ook een Duitse professor vastgesteld, dan had die man geen dag hoeven zitten. En nu heeft hij 7,5 maand gezeten. Deze meneer heeft inderdaad 7,5 maand gezeten. Dat vinden we ook heel erg vervelend. Maar het is zo dat er op zich voldoende verdenking was om deze meneer vast te houden. Er was ook voldoende aanleiding om de uitlevering toelaatbaar te verklaren. Dat heeft de rechtbank ook gedaan. Dat is daarna ook nog eens bekrachtigd door de rechtbank. Terwijl die ook bekend waren met het verweerschrift van de advocaat. Collectief heeft men gefaald. Nee, ik zou dat niet collectief falen willen noemen. Het gaat wie schuld is het dan dat iemand vast komt te zitten? In de uitleveringsprocedure gaat het erom dat op het moment dat een verdachte... Het gaat niet om de uitleveringsprocedures. Het gaat erom, mevrouw, echt waar, het gaat erom dat hij de man niet was. U draait eromheen. Nee, ik wil gewoon mijn zin afmaken. Ja, maar u draait er enorm omheen. Het gaat er niet om of hij een onschuldverweer voert. Het gaat erom, hij was het niet. In onze uitzending kondigde de Nigeriaan aan dat hij een procedure wilde beginnen om alsnog excuses te krijgen van de overheid. Daarnaast wilde hij een schadevergoeding voor zijn kosten. Ten eerste heb ik mijn spaarpot allemaal opgemaakt. Ik heb nu zoveel schulden van de kosten van de advocaat. Dus ik moet van alle kanten geld gaan inzamelen om mijn zaken te gaan doen en de advocatenkosten te gaan betalen. En ten tweede over die geestelijke probleem. Ik heb vooral concentratieprobleem.
Dus ik voel me gewoon deprimerend over alles. Als ik contact met politiek krijg, word ik gewoon woede. Ik heb zoveel irritaties in mij, want het kan gewoon niet wat de politie of wat justitie met mij doet. Het kan gewoon niet. Kenneth had verwacht dat justitie dit beschaamt en dit uit eigener beweging zou rechtzetten. Natuurlijk had ik verwacht dat die Nederlandse staat excuses aan schadevergoeding zou naar mij toe komen. Want ik dacht dat die Nederlandse staat moet fatsoenlijk met zijn burgers omgaan. Maar dat is niet het geval. Dat ik moet gewoon verder gaan vechten. Dat is toch onbegrijpelijk. Anderhalf jaar later, in oktober 2006... daagt de Nigeriaan de staat der Nederlanden daarom daadwerkelijk voor de rechter. 3 jaar is er dan inmiddels verstreken sinds de dag dat Ehigiene op vrije voeten kwam. Kenneth heeft de Amsterdamse advocaten Veldman en Segers bereid gevonden zijn zaak te behartigen. De Nigeriaanse zakenman vindt dat de staat onrechtmatig heeft gehandeld door na te laten foto's van hem te maken. Door dit verzuim heeft hij ten onrechte zo lang vastgezeten, meent hij. Maar de staat betwist dat. Volgens de landsadvocaat valt de Nederlandse staat niets te verwijten. De staat legt de schuld bij Duitsland, die om aanhouding en uitlevering had gevraagd. Nederland had dat volgens de internationale spelregels slechts uit te voeren. Volgens de staat is er geen direct verband tussen het nalaten van het maken van foto's en de duur van Ehigiene's onterechte hechtenis. Het is volgens de landsadvocaat niet de taak van het aangezochte land om foto's te maken en versturen. En de landsadvocaat meent dat als de Duitse autoriteiten de foto's wel in een eerder stadium hadden ontvangen, ze nog steeds om zijn uitlevering hadden gevraagd. De rechtbank komt op 15 augustus 2007 tot een tussenvonnis. De rechter vindt de detentie van Ehigiene weliswaar rechtmatig, maar acht de Nederlandse staat wel aansprakelijk voor de schade die Ehigiene daardoor heeft geleden, omdat hij, naar later is gebleken, onschuldig heeft vastgezeten. Ehigiene heeft recht op een schadevergoeding, zo meent de civiele rechter, maar over de hoogte van dat bedrag moet nog worden beslist. Het is een belangrijke overwinning voor de Nigeriaan. Ik was gewoon heel blij. Maar mijn verhoogde was van kort duur, want ik had gehoord dat de staat gaat in hoger beroep. Dus die verhoogde was gewoon van een kort duur. Maar de zaak van Kenneth zou door Kafka kunnen zijn geschreven. De Duitse schrijver die beklemmende romans schreef over schuld, veroordeling en straf. In het laatste hoofdstuk van dit boek lijkt het er eindelijk op dat de staat zich moet verantwoorden. En dat er alsnog gerechtigheid komt voor Kenneth Ehigiene. Maar het boek blijkt alles behalve gesloten. En eens te meer lijkt de realiteit onwaarschijnlijker te zijn dan fictie. Of Kenneth zijn gelijk ook daadwerkelijk gaat krijgen? Ik moet het nog zien. Justitie heeft weinig zin om de oren naar het tussenvonnis te laten hangen. Zo wordt duidelijk uit het vervolg van de procedure die zich uitermate traag voortsleept. De staat wil niet verder gaan dan een vergoeding van een klein deel van de advocatenkosten en slechts een minimale vergoeding geven voor de tijd die de Nigeriaan in detentie heeft doorgebracht. Een bedrag van €70 per dag. Of anders gezegd, zo'n €3 voor elk uur dat hij onterecht heeft vastgezeten. Afschuwelijk. Belachelijk. Want je bent gewoon weggepakt van mijn familie. Je bent weggehaald van mijn zaak, van mijn kennis en van mijn hele leven. En jij wil mij €70 kan betalen. Nee, dat vind ik gewoon belachelijk. En er is meer. De landsadvocaat tovert een nieuw konijn uit de hoge hoed. Hij wil dat de rechtbank terugkomt van haar beslissing. Hij stelt nu dat de staat niet hoeft te betalen omdat justitie er geen schuld aan heeft dat Ehigiene onterecht vastzat. In afwachting van zijn uitlevering was de kans namelijk aanwezig dat hij zou vluchten, zo stelt de landsadvocaat.
Ehigiene bezit namelijk twee nationaliteiten en aangezien Duitsland geen uitleveringsverdrag met Nigeria heeft, was de staat dus wel gedwongen om Ehigiene in detentie te nemen. Zo onderbouwt de landsadvocaat zijn stelling. Dat vind ik belachelijk, want ik heb mijn hele leven hier in Nederland opgebouwd. Ik heb twee winkels, mijn hele familie woont hier, mijn kennissen, alles. Waarom zal ik gewoon gaan vluchten? En trouwens, ik ben het niet. Dus waarom zal ik gaan vluchten? Dat vind ik gewoon belachelijk. Volgens de landsadvocaat moest justitie destijds aan de rechter de grootst mogelijke garantie geven dat Ehigiene niet zou vluchten en is daarom niet aansprakelijk voor de schade die Kenneth daardoor heeft geleden. Zo voert de landsadvocaat aan. Hij verzoekt de civiele rechter terug te komen op zijn vonnis. Dat vind ik schandalig, want de rechter heeft gewoon duidelijk gezegd dat de Nederlandse staat gewoon schuldig zijn. Dus de Nederlandse staat moet gewoon die lef hebben om een verlies te accepteren. De zaak Ehigiene begint daarmee uit te groeien tot de affaire Ehigiene. Een slepende kwestie die nu al bijna 6 jaar duurt en waarvan het einde nog lang niet in zicht lijkt. Kenneth Ehigiene, de man die ooit naar Nederland kwam om zijn dromen te realiseren, blijft echter strijdbaar tegen het overheidsapparaat dat hem in een nachtmerrie deed belanden. Ja, dit verwacht je in Kafka of achter het voormalige ijzeren gordijn. Maar niet in Nederland anno 2008. En toch gebeurt het. En wacht Kenneth nu al bijna 6 jaar op genoegdoening. Maar er gloort een klein beetje hoop. Justitie heeft de advocaat van Kenneth, meester Maurice Veldman, laten weten dat men nu toch over een schikking wil praten. Niet geheel toevallig valt dat voornemen samen met het feit dat wij weer aandacht aan de zaak gingen besteden. En, geloof het of niet, justitie zegt met droge ogen dat men bereid is 1/3 van zijn advocatenkosten te betalen. 1/3. En €70 per dag dat hij in hechtenis heeft gezeten. Nog geen €3 per uur dat je in de cel zit. En dat wordt je aangeboden door landsadvocaten die zelf €600 per uur rekenen. Wordt vervolgd.